allemaal, welkom weer al op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte als er een nieuwe filmpje online is gekomen. Meestal om 7 uur, maar als ik op smallband zit, zijn de uren totaal anders. Excuseer. Ik moet mijn melk nog terugzetten. Voordat ik ga vertrekken. Altijd in de koelkast zetten. Voilà. En ik ga je één ding zeggen, hè, mensen. Het is echt rot weer. En wat ga ik nog doen vandaag, dat weet ik niet. Ik denk dat ik vandaag mijn website in orde ga maken. De teampagina's in orde aan het maken ben. Dus als je CycleTV wilt joinen, dat kan. Ga naar www.cycletv.be en klik op gaming. Dus op die afbeelding met die joystick. En daar staat een inschrijvingsformulier. Vult die in. En kom dan in de CycleTV team, gaming team. File hier op de gang, op de E313. Oh, dat is dus wanneer weer. Ja, oké. Ah, kut weer. En dan moet ik weer al iemand gaan wegbrengen, dus dan gaan we onride filmen. Hier is een timeslapje, yo! Ben ik terug thuis aankomen, ga ik nog even aan mijn website sleutelen. Want het is echt bagger weer. Jullie hebben het ook gezien. Misschien in een timeslapje. Die beken zijn hier gewoon aan het overstromen. Door gewoon overtollige regen. En het blijft maar regenen. En regenen. En regenen. En deze heeft geen werk. En deze zit thuis. En het blijft maar regenen. Het is wel eigenlijk mooi om die slechte ginder te zien. Maar ik vond mijn gaatje niet. Oh, zat ik met de verkeerde sleutel erin. Oh, ik heb twee. Dus dezelfde sleutels aan de bovenkant. Die hetzelfde zijn. Hoppa. En binnen. Ik wil een camion. Bam. Ja, jullie hebben het niet gezien, hè. Ja. Jullie hebben het niet gezien. Ik kan nog eens met de lift.
Kijk hoe lang dat het duurt. Ik zit nu in de lift. Hoe lang duurt het voordat ik op mijn appartementje ben? Even de juiste sleutel ook al nemen. Voilà, de lift gaat open. Voilà, toch binnen de 2 minuten binnen geraakt. En de radio staat nog aan. Allee, ik ga verder doen. Deur sluiten. Dan nog mijn schatje. Ik heb even aan mijn website nog gewerkt, aan een teampagina. Ik ga het jullie via mijn gsm eens laten zien wat er al gemaakt is. Jullie krijgen even al een preview. Dus als je wilt aanmelden voor toch deel uit te maken van de Psycho TV Gaming Team. Dat kan, want ik zoek voor de volgende games spelers. Trackmania United Forever, Trackmania 2 Stadium, Rocket League, Fortnite, League of Legends, Hearthstone, FIFA 20 en Counter-Strike Global Offensive. Daar zoek ik allemaal teammembers voor. En ook natuurlijk ook een teamleader voor papa bijvoorbeeld, voor het e-sports team België. Ik ga nu gewoon op de pagina van Trackmania United Forever, maar ik heb jullie het ook laten zien, dus ik heb mijn camera hier, dat ik hier al sta, teamleader voor het e-sports team België. Dat is voor Trackmania United Forever. Deze pagina's kunnen jullie nog niet zien. Dus ik ben daar heel zwaar mee bezig. Hier ga je ook de laatste wedstrijden uitslagen zien. Hier gaan we de gewonnen awards, dus welke evenementen dat we hebben gewonnen. Gaan jullie daar hier ook terug op zien. Dus elke speler krijgt hier ook een afbeelding. Ofwel zijn avatar, ofwel de foto. Dus ik heb gewoon mijn eigen foto genomen. Dus, maar het kan ook een afbeelding zijn. Dus je ziet Team NL, Online Gaming Team en een Fun Team. Dus bijvoorbeeld als je niet echt wilt meespelen voor wedstrijden en al, en je speelt het voor plezier, dan kunnen jullie ook joinen. En dan hier van onder komen dan ook nog eens een keer de uitslagen en categorie. De eSports uitslagen, de eSports NL uitslagen, de Online Gaming Team uitslagen en de Fun Team uitslagen. Dus ja, als je in een Fun Team ook eens een wedstrijd wilt spelen, dan komen hier ook dan de uitslagen te staan. Dus dat is de eerste pagina waar ik nu volledig in orde heb gebracht. Daar heb ik redelijk wat tijd in gestoken. Je ziet, ik ga nu eens naar een andere pagina toe. Dan ga je zien, die zijn nog niet af. Alleen de banners staan er nog maar op. Dus je ziet, er moet nog redelijk wat gedaan worden. Maar dat komt wel. Dus, maar deze pagina is nu volledig af. Dus ik heb er redelijk wat tijd in gestoken. En dan is hier ook op Discord, komen hier ook nieuwe channeltjes bij. Dus bijvoorbeeld als je de team joint. Je hebt hier nu de Trackmania United Forever. Dus de Team BE, Team NL, Online Gaming Team en de Fun Team. Dus dan hebben jullie hier ook jullie spraakkanalen. Dus wat je tot beschikking krijgt. Mijn server is geboost. Dus een betere kwaliteit kunnen jullie hier ook opkomen. Dat is volledig gesponsord door mij. Dus dat jullie dan een betere kwaliteit hebben met qua boosting. Dat echt up-to-date zijn gekomen. Dus als jullie naar www.psychotv.be surfen. En dan klik je op de eerste nieuwspostje van maart, 10 maart, Gaming Teams. Ik had redelijk even tijd niet meer gepost op mijn website. Maar je ziet, ik ben continu daarmee bezig. Dus ik heb daar ook als een tekstje gepost. Hallo allemaal, ben sinds kort terug beginnen te gamen. Heb de smaak weer te pakken gekregen om teams op te starten. Ik zoek namelijk hiervoor ook de juiste mensen. Zo zoek ik de volgende mensen, communicatiemensen. Dus die contact kunnen leggen met bedrijven voor partnership te worden of sponsoringship te worden. Die krijgen dan ook gratis reclame ook op mijn website. En ook telkens keer hier in de beschrijving bij elke YouTube-filmpje wat ik ga uploaden.
Ik zoek dus ook team leaders. Ook, zowel, je kunt ook een co-leader hebben die ook mee admint. Dat gaat ook nog altijd. Dus ofwel, zowel een clanleader als een co-clanleader zoek ik voor de volgende games: Trackmania United Forever, Trackmania 2, Stadium, Rocket League, Fortnite, League of Legends, Hearthstone, FIFA 20, Counter-Strike, Global Offensive. Dus met de aantallen zoek nog spelers voor de elke game, 6 spelers voor Trackmania United Forever. Dat is per team wat ik heb uitgeteld ongeveer. Maar als het er meer zijn, is dat niet erg. Dus dan heb je daaronder heb je dan ook nog een inschrijvingsformulier. Dus zowel uw voornaam plus uw familienaam, straat plus nummer, gemeente plus stad plus postcode, e-mailadres, gsm-nummer, geboortedatum. En voor welke game wil je joinen? En dan kun je als manager, teamleader van elke game ofwel als gewone speler. Dan heb ik ook gelezen dat je een foto of een avatar mee uploadt. Dat komt dan op die teampagina te staan als je wordt geaccepteerd. Maar elke inzending wat dan ook binnenkomt voor de team te joinen, die worden ook strikt privé gehouden. Dus ik ga u... wacht hè. Ik ga uw familienaam en uw gewone naam... de gewone naam ga ik wel gebruiken. Dus bijvoorbeeld Dimitri, dus Psycho. Meer niet. Kan niet. Dimitri, hashtagjes Psycho, hashtagjes sluiten. Remus gebruiken als mijn familienaam. Nee, gewoon Dimitri, Psycho. Dus gewoon uw voornaam en nickname. Wat wel ook dan privé blijft, is bijvoorbeeld uw straat, uw nummer, uw... busnummer, dus als je op een appartementje woont. Uw e-mailadres wordt privé gehouden. Uw gsm-nummer wordt privé gehouden. Uw geboortedatum wordt privé gehouden. Dus bij deze worden er redelijk wat bestanden ook wel privé gehouden. Die komen allemaal integraal in een map terecht. Dat ik bijvoorbeeld jullie contactgegevens gemakkelijker kan ook terugvinden. Bijvoorbeeld als ik u eens nodig heb. Alleen ik, ofwel de de teamleader. Dus de teamleader gaat het krijgen en ik. Meer mensen krijgen uw gegevens niet. Alleen als je daar ook voor open staat. Dus voor de volgende games zoek ik dus spelers en leaders. Trackmania United Forever, Trackmania 2 Stadium, Rocket League, Fortnite, League of Legends, Hearthstone, FIFA 20 en Counter-Strike Global Offensive. Dus de pagina's worden echt elke dag aangemaakt. Want ik ben er echt een uur en een half per pagina zoet mee. En dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagina's moet ik dus volledig nog gaan onderhouden. Dus dat gaat redelijk wat tijd in beslag gaan nemen. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Want ik ga nu nog wel even YouTube kijken. Want buiten is het bagger weer. Geen goed. Mensen, soms begin ik wel zo eens te twijfelen van... Ben ik niet te veel weer al op mijn vork aan het nemen van wat ik wil doen eigenlijk... Zo gelijk, ik ben bezig met Psycho TV, dus als YouTuber. Ik ben een teamleader nu in Trackmania United Forever. Als de e-sports team hier in België. Ik ben ook nog eens vrijwilliger bij Gravelijn. Ik ga ook nog gewoon werken. Ja, wat. En dan heb ik ook nog een schatje, wat ik ook nog moet onderhouden. Website onderhouden. Dus ook webmaster ben ik. Oh, mannetjes. Dat is toch redelijk veel wat ik toch doe. Ik hou ook de mediakanalen. Onderhoud ik op mijn eentje. Maar binnenkort moet ik toch wel eens extra mensen gaan aanwerven. Want het begint wel redelijk veel te worden, hè? Zowel, ik moet YouTube onderhouden, ik moet mijn website onderhouden, ik moet Twitter onderhouden, ik moet Instagram onderhouden. Ik moet... zo nog wel redelijk wat mediakanalen zijn, wat ik nu nog niet heb opgenoemd, wat ik ook nog moet onderhouden. Ho, ho, ho. Mannetjes. Ja,
Ik kan hier momenteel niet veel doen. Ik wou een buitenactiviteit doen. Maar namiddag gaat het hoogstwaarschijnlijk weer al minder met regenen. Want het is nu echt nog altijd bagger weer. Bagger weer. Ja, hallo PlayStation 1. Dan heb ik ook nog een Wii. Ja, ik heb hier redelijk wat spelconsoles. Dus 1 PC. 2 PC's, daar zo in het hoekje. 3 PC's. 4 PC's, één en nog op mijn kamer. En dan nog een laptop. Dan nog een tablet. Dan nog een gsm. Allemaal mediakanalen. Hohoho. Moet ik ook nog allemaal onderhouden, hè? Plus dan moet ik mijn eigen nog eens onderhouden. Halleluja. Zoehoe, met balkjes. Zo, allee, mensen. Straks. Ik heb nog eens een gaming movie opgenomen van een uur. En... eens even gaan kijken. Ah, het is al overgezet. Even kijken hoe lang dat deze duurt. Ik ze openen met VLC. Er moeten redelijk wat gaming movies nog online komen. Zo om de bij de 100 gigabyte. 5 honkjes maar hoor. Met deze filmpje, hoe lang heb ik vandaag weer al zitten gamen? Kijken. Allee. Als het nog eens wilt openen, dan ben ik heel blij. Een uur en 24 minuten. Met ook okay, press forward maps. Waar houdt dat juist in? Dus dat ik gewoon het knopje vooruit moet inhouden. En dan doet hij zo verschillende parcoursen af en al. En ja, het is aan het opklaren buiten, maar ik heb het nog niet riskeren, want het is nog redelijk hard bewolkt buiten. Oh, eens even kijken, hè. Kijk maar, mensen. Het is nog zwaar bewolkt. Ik ga straks ook weer al bijen halen, maar dat is voor straks allemaal. En nu even wat ik heb nog iets leuks kunnen fixen. Ik ga proberen, ik kan dat niet beloven, proberen elke week een giveaway te doen. Van een spelletje natuurlijk. Dus waar geef ik die weg? Ik geef die weg op Discord. Op Discord, dus je moet gewoon op mijn Discord joinen. En dan ga je daar eens regelmatig eens zien dat ik at everyone doet en dan... ja, een giveaway, het spelnaam dan en een giveaway doet. En dan schrijf ik een getal op tussen de 0 en de 500. Jullie mogen dan 3 getallen toesturen. En aan het einde van de week kies ik dan daar een winnaar uit. Wat denken jullie daarvan? Toch wel een mooie initiatief, hè? Dus ik heb dat even moeten regelen. Maar dat is allemaal wel in orde gekomen. En mijn vrouwtje, je zit wel aan de verkeerde kant aan het wandelen. Maar ja, maakt niet uit. Dus als er geen voetpad is, moet je altijd tegen de verkeer in wandelen. En daar ziet het ook al heel donker uit. Boom. Het is weer al richting slecht weer aan het gaan. Ik heb dus wat gaming movies opgenomen. Ik heb wat opzoekingswerk gedaan. Ik heb op mijn website gewerkt. Noem maar op. Ik zoek dus ook nog altijd teams voor verschillende games. Als jij zegt, ja, ik heb wel nog een andere game die niet tussen uw lijst staat. Alles hier aan het blokkeren, die ene auto. Ah, ah. Moest gezien. Die blokkeerde even de 21 jaar landen van de lijn. Voilà, de lijn heeft weer al reclame gekregen, alstublieft. Sluik reclame! Ja, en hier zit, ja, zit je Crystal Alekken. Voilà, die hebben dan ook wel sluik reclame gekregen. Sluik storten is strafbaar ook.
aan de glasbollen. Hou het proper en vermijd een boete tot 2000 euro. Amai. Limburg.net. Ik ben nu even aan mijn auto's aan het rijden en dan ga ik zo door naar mijn schatje toe. Ja, moet ook gebeuren. En ik zit hier in een spitsuur. Jesus Christ. Iedereen is daar voorbij aan het slalommen en dan gaat hem toch nog niet achteruit. Sommige auto's, hè. Oh. Allee, ik zie jullie zelfs weer. Ik ben zo, bijna bij mijn auto. We zijn hier bij de oké aankomen en mijn schatje is erbij. Yay! Ja, ik heb hier ook al een lekkere chipsje gekocht. Voilà. Ik ga niet te lang reclame maken. Dan moeten jullie maar op pauze zetten als jullie het willen zien. En mijn schat heeft ook weer een chipsje gepakt. Gooi maar in de kaart, schat. Ziet eens, mijn schat is lachen. Gaan we ook weer kriksjes kopen of niet? Dat kan ik toch niet betalen, dat schatje. Waar hadden we ook iets nodig? Van, oei, dat hadden we ook nodig. Dat hadden we niet aan gedacht. Deze ge... Ah nee, dit voor pizza. Ja, en meisjes zijn deze meisjes zijn ook heel goed. Ja. Om te schillen. Moet je een pizzasnijder hebben? Ja, want ik moet regelmatig pizza. Oké, dan pakken we dat eens mee. Voilà. Weer iets gekocht. En dan gaan we weer al de snoeprij in. Oei. Dat is zeer gevaarlijk voor mij. Zeer gevaarlijk voor mij. Want ik pak altijd wafels. Zoals nu. Niet één. Oei, dat zijn losse. Hier zitten er 3 in. Maar, ik ga dat 2 keren doen. Die zijn spotgoedkoop. Ja, dat is wel... Allee, spotgoedkoop, dan pakken we er 3. Voilà. Amai, schat u toch. En dan gaan we dit ook nog eens nemen. Dat is zeer lang geleden. Je ziet, een snoeprij is zeer gevaarlijk voor mij. Ik ben even aan het kijken als ik nog iets zie van... Oh, dat wil ik ook nog wel eens eten. Dat is lang geleden. Ja. Voilà. Met het chocolade. Schat. Ja. Welke je ook eens kunt proberen van die honden. Welke? Die van vanillesmaak. Die van vanillesmaak, ja, die heb ik eens al een paar keer gedaan en die heb ik niet zo graag. Oh, dan mag je die mij eens meenemen, want ik vind het heel graag. Dan gaan we niet door. Ah ja, koffie heb ik ook nodig en een douwe Egberts. De rode of de groene? De rode. Voilà. Want mijn koffie is ook weer bijna op. Ja, dankzij mij. Dankzij door mijn schat, ja, die daar achter mij loopt. Dan mocht je hier ook een pakje suiker nemen. Want die zijn ook weer al bijna op. De blauwe. Want jij hebt ook deze, hè? Pak die maar. Die witte? Ja, want die zijn goedkoper, zie ik. 30 cent. Ja, 30 cent goedkoper. En dan zijn we eindelijk uit die snoeprij uit. Dan gaan we de drankenrij in. Eens kijken hier. Oh, dat is ook eens lang geleden. Oh nee, dat is zijn siroopjes. Nee, ik heb gewoon een rode limonade nodig. Maakt niet uit. Dan ga ik hier ook een pak melk pakken. Dus ik ben zo terug. Ja, doe jij het dan maar. Zo een hele pak, ja, een hele ganse pak. En waar moet dat zijn? Hier van onder. Voilà, zo. Dat doet je goed, schat. Alsjeblieft. dan gaan we eens kijken. Oh, dat kan ik ook nog wel eens nemen. Dat kan ook wel eens lekker zijn. Zo heb ik nog eentje thuis liggen, dat weet ik. Ik heb die heel lang uitgespaard, omdat van ik vind dat zo lekker. Maar dan is er ook eentje van. Ja. Wilt je eens... Gaan we eens feesten? Dat is goed. Appelsap of wel...
Aardbeien. Welke? Kies maar. Mij maakt het niet uit welke je het lekker vindt, want ik vind ze allebei even lekker. Ah, schat, maar hier heb je wel kleinere staan, hè. En die is denk ik wel duurder. Ja, die zijn duurder. Die kleintjes, hè? Ja, die zijn duurder. Dus we pakken dan zo in een grote, dan moet die wel vandaag op, hè. Nee, dat gaan we niet doen dan. Zie je dat? Ik wou dat jij, dat ik die dronk en jij dat. Dat krijg ik niet in enige dag uit. Ja, nee, maar dan drink ik hier vandaan in Griek, hè. Ah. En dan heb ik hier ook nog iets nodig wat ze hier hebben geblokkeerd met een machine. Ik kan er misschien aan. Die chocopops. Ja, slot er twee. Dat is goed. Mijn schat doet dat heel goed, man. Voilà, ze. Choco, heb ik nog genoeg thuis? Chocobollen is ook lekker. Wat, hè? Chocobollen. Kijk, ja. Dat? Nee. Wat is dat? Dit. Oh, nee. Die zijn heel lekker, vind ik. Dan ga ik hier ook eens een keer wc-rollen meenemen. Welke? Wel deze of wel die. Je pak eentje. Sorry. Een botsing. Nee, bijna. Ja, bijna. Dan gaan we hier in de rij van shampoos en kattenvoer en al, maar daar heb ik hier eigenlijk niks nodig. Ook een aks of zo? Nee. Dan ga ik dus hier wel eens bevragen voor handshells, want de epidemie is redelijk goed uit aanbreken van de corona. Ah ja, ik moet ook nog de Reft hebben. Een hele grote bus. Dan gaan we er twee nemen. Dat is 10 euro. Holy shit. Dan pak ik maar één fles. En daar kom ik heel lang mee toe. Meer dan een half jaar. Toch leuk. Oeh, hier zijn lekkere Twix'kes. Dat is gedaan. Ja, maar ik eet ook wel nog Snickers. Ik Snickers, jij Snickers. Oké. Okay. Dan zitten we hier weer al bij de dranken. Maar schat, ik was allebei eigenlijk, hè. Dat is erg, hè. Ja. Ik heb dat leren eten toen, man. Toen wat, hè? Zoiets. Ah. En die Coca-Cola kaza, die zijn ook heerlijk om te drinken. Maar we pakken hem niet, omdat het te duur is. Ik ga nu hier gele limonade nemen. En ook nog cola. Dus ik ga nog even verder winkelen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Voor 83 euro's moeten betalen. 85,62 euro. En ik heb een korting gekregen van 6,27 euro. Dan moeten we dat zelfs ook nog eens te goed eens uitrekenen hoeveel dat zij hier langs mij moet. Allee, we zijn dus vertrokken. Het is weer al zo slecht te weer. Oh, mannetjes. Het doet me toch goed dat er ook heel veel kijkers genieten van onze vlog. En die auto is daar ook verkeerd aan het rijden. Iedereen doet het. Oei, kijkers, zij heeft ook wat last van haar rug. En ik kan je één ding zeggen, het is op een hele korte tijd echt grijsachtig geworden. Damn you, en het is weer al aan het regenen. En het mag niet meer regenen, want overal zijn de beken over het stromen. Oké. Ja, daar zijn we juist vandaan. Oké. Daarom zei ik dat niet.
oké. Okay. Ja, oh my god. Kan je het nog nazeggen ook? Wat jij ze biedt moet doen is de lift bijhouden. Nee. Jawel. Wat jij moet doen is de deur open laten met de fles. En dat je kan helpen dragen en dan de lift open. Dan zit je twee keren aan het schuiven. En die deur blijft openstaan. Als die te goed open doet. Maar ik had niet verwacht dat het zo slecht weer ging worden. Voor het uit te tasten. En dan wou ik je helpen als het nog niet. Oh, jawel. Je helpt mij wel goed. Nee, ik wou je net helpen met ook uittasten. Dat is niet goed voor jou. Ik moet de lift tegenhouden. Ja, dan pak je toch ook al iets mee? Dat zou ook al helpen. Oh, mijn rug. Oh, dat is pijn. Je houdt het steek in mijn rug. Voilà. We zijn aangekomen. Ik ga nu uit naar je... Hallo. Mijn schat deed echt iets heel grappigs. Ik was hier... Mijn vuil weg aan het gooien. En wel schat, doe het nog eens een keer voor hoe geen ene keer stond dat ik mij omdraaide. Kijk, ik was... Dan moet je ook laten zien. Ja, ja. Dus ik was hier dus vuil aan het weggooien. Ik draaide dan mij dan zo om. En dan kom ik haar dan zo ene keer tegen. Die zat gewoon dat ik niet meer naar de living mag. Want ik moet niet naar mee naar de slaapkamer toe. Om naar familie gaan te kijken. Naar de puurpolitie gaan te kijken. Naar Enzo Knol gaan te kijken. Naar een stuk tv gaan te kijken. Voilà, ik ben rond. En ik moest eigenlijk wel mijn vlog nu. En hoe lang was ik daarop aan het wachten, schat? Zeg dat er maar bij. Toch al een goede dik half uur. Half uur? Ja. Het was 6:30. En laat het nu. Ik ga eens kijken hoe laat het nu is. Iets na 7. 7:30. Het is een uur. Ja, denk je dat ik er blij mee ben met mijn rugpijn? Nee. En daar mag ik ook niet bij lachen. Dat is ook weer al waar. Bij deze. Ik ga ook afsluiten. Doe een duimpje omhoog. Voor een meisje rug. Voor haar rug een blauw duimpje omhoog. Voor haar te steunen. En dan gaan we ook de vlog hier weer afsluiten. Mijn naam is Steven de Remus. Haar naam is Bea. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je om niet te abonneren en op de beltje te drukken. Dankjewel schatje om deze mooie outro te doen. En dankjewel om weer naar mijn vlog te kijken. En... om het rijden en zeilen ook op de hoogte te blijven wat er allemaal met Psycho TV aan het gebeuren is. Denk eraan, kom ook naar Discord, want ik geef games weg. Echt waar, ik geef games weg. Ik heb wat keys binnengekregen en die deel ik met jullie uit. Hoe kunnen jullie deze winnen? Kom gewoon naar de Discord server. Die link staat hier in de beschrijving. Kom er gewoon naartoe. En kijk, scroll klein beetje naar boven toe, in de chatroom. Daar staat wat je juist moet doen. Nu is het momenteel een getal tussen 0 en de 500 mee door PM'en. Dus je mag 3 getallen door PM'en. Paypal bijvoorbeeld 1, 2 en 3. Voilà, dat zijn 3 getallen. Dus die 3 getallen mogen dan door PM'en op mij op Discord. Alleen is het verplicht dan gewoon op Discord te zijn. Dankjewel. En tot morgen. Dus tussen getalletjes tussen 0 en de 500. Hè. Dus 3 getalletjes. En de wedstrijd duurt tot en met vrijdag. Yo, 8:00.